uitgaansgebied al buveren. Holy shit. Ja, daar zijn we weer. Nieuwe vlog, dames en heren. Ik weet niet hoeveel het is, of het is maar nummer 4 of nummer 5, maar... Schatje, wacht even niet te lang. Nee, weet ik. Wat we vandaag gaan doen is, jullie hebben natuurlijk afgelopen tijd veel gezien, maar nog geen zwembadvlogs. En ja, we hebben in dit huisje natuurlijk wel echt een gigantisch zwembadvlogs. Maar jullie hebben ook geen dolfijnen of zeehonden gezien. Dus bij deze, hier in het zwembad, gratis voor jullie, in het groot, een zeehondje op het water. Kijk, hij kan nog draaien ook. Kun je ook met een bal balanceren op je neus? Wat? Kun je met een bal balanceren op je neus? Nou ja, gratis zeeleeuw hier zo. Speciaal voor jullie. Gaan we nog maar weer in? Kom eraan. Nou, we gaan een gratis stripshow hebben. Nee, grapje. Dacht ik niet, jongen. Grapje. BTW, ik ben bezet, hè, BTW. Oh. Gaan we lekker weer kou kleuren in het water. Daar zijn we weer. Ik denk, ja, ik heb geen GoPro, jongens, sorry, dus we moeten het maar even op deze manier oplossen. Ik neem jullie gewoon even op deze manier mee in het water. Oké, ik laat de camera hier af en hier is een afdaling. Zo. Dan hebben we toch nog weer een band samen. Oh. Ja, als je geen GoPro hebt en we hebben wel een zwembad, je moet toch iets, hè? Ja, jullie zullen denken dat ik misschien een bommetje ga doen, maar nee, dat ga ik niet doen, want we gaan vanavond ook nog uit eten en als je glooie ogen hebt, dat is niet zo fijn. Hopelijk genieten jullie een beetje van de vakantievlogs. En ja, gisteren of van de week in de vlog was het een beetje lastig om te praten in de vlogs, want je zit met meerdere mensen, dus dan iedereen praat natuurlijk door elkaar heen, dus ik kan niet echt jullie goed uitleggen hoe het zit met die boot, maar... Geniet je helemaal van het ding, in plaats van lullen. Hè? Ja, je weet het, als er een camera aan staat, dan is het geniet ook nog van het zwembad, in plaats van lullen. Ik zal jullie even goed neerzetten, kunnen jullie alles zien. Bijna alles dan. Ik laat mijn zwembroek aan, P2. Zij je? Nou, ik denk ik film even een stukje. En zeg maar, toch stond Mitty dat je geen GoPro hebt. Ja, sorry. Ik heb echt heel Frankrijk wat ik zag. Ik heb heel... ik heb heel Faro afgezocht naar een onderwaterkamer. Overal alle winkeltjes afgegaan, maar het is me gewoon niet gelukt. Ze hebben gewoon geen onderwaterkamer. Nergens in Portugal. Dus ja, het wordt echt in Nederland eentje bestellen. Maar, don't worry. De zomer is nog lang en er komt er eentje aan. Want ja, nu moet ik het even zo doen. Moet ik het even zo op deze manier meenemen in het zwembad. Ik kan niet verder dan daar, want daar heb je hier zo'n afdaling en dan... Nou, misschien trouwens ook wel. Dan moet ik echt voorzichtig zijn, want het is... Wat neem ik ook weer voor risico's? En dat allemaal weer voor jullie, hè? Ja, maar ik bedoel, op deze manier kan ik ook nog wel vloggen. Gewoon... Alleen, ik kan niet onder water helaas. Dat... Daar moet je toch nog even op wachten. Ja, dat vind ik ook. Ja. Heel droog. Hey, zeeleeuw. Ik ga jullie even aan de zijkant nog even een keer zetten. Ja, we zien wel. Jullie snappen natuurlijk ook wel dat een bommetje doen met mijn vlogcamera niet handig is. Daar heb ik echt een GoPro voor nodig. Maar nogmaals, ik heb geen GoPro. Spijt me. Ja, naast het feit dat je terug moet insmeren met warm weer. Goed drinken. Geetjes in de wil. Nou, wie
dat je nog kan herinneren. Hier zijn we laatst met de vlog geweest met varen. Zie je het uitzicht? Mooi hoor. Dames en heren, ik zou zeggen welkom in uitgaansgebied Albufeira. Holy shit. Shitje. Kijk wel New York joh. Zoals je een lekkere pizza salami gaat eten, wat is dan de beste combinatie? Nou, gewoon met een goed glas groot en wel bierwijn. Nou, dat in Albufeira. Oeh. Shitje. En mijn vrienden aan de cocktail. Op thee. Nou, ik dacht even nog een shotje voor jullie maken. Kijk dit. Met de zonsondergang op de boulevard van Albufeira. Say no? Nee. Wat een plaatje. Ja, we zijn weer in Nederland. Hopelijk heb je genoten van de vakantievlog. Zoals afgelopen tijd, vergeet dat niet dat blauwduimpje mogen doen. Vergeet niet positief te blijven. Zie ik u weer bij de volgende vlog hier op Bitty. En dan zeg ik, zoals altijd, en ook vandaag, blijf positief. En peace!